Hallo kijkers van Pokémon. Oh nee, welke? Hallo kijkers van Pokémon. Nee, hallo kijkers van Shine Sprites. Van. Nou, wat is dit? Nou, ik ga dit er gewoon in laten. Fuck it. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Want dat wou ik natuurlijk de hele tijd zeggen. Kijkertjes van Shine Sprites. Vuile bitsen. Nee, fijn dat jullie weer kijken. In deze aflevering hoop ik de Victory Road helemaal te kunnen doen. En misschien dat we al een beginnetje kunnen maken aan de League. Maar dat moeten we heel even zien. In ieder geval heb ik hem in één keer kunnen killen met Psychic. Nu is mijn Reuniclus ook al best wel pittig hoog level. Ik ben benieuwd of er nog wat speciaals is aan de League. Maar we gaan het zien. Ludicolo. Ja, wat zullen we daar eens mee doen? Kunnen we even flying attackje doen? Zo. Dan hebben we een Emolga. Oké, laten we. Oh. Dat doe ik ook zo. Even de air slashje. Oeh, dat deed niet zo heel veel damage. Maar hij is wel geflinched. Nou, level 66 denk ik, hè? Hoppatee! En Loose moet level 81. Holy shit. Reuniclus. Daar kunnen we met Skarmory nog wel wat mee. Blazekick nu op je gezicht. De embryo ananas is ook gone. Zo. Oeh, een trappetje. Ga ik zo goed? Ik heb geen idee. Beep. Dit ziet eruit alsof ik hier al ben geweest. Ja, moeten we hier dan naar beneden? Zou bijna denken. Je zou het bijna denken. Ik weet niet of deze is aangepast hoor. Of nu dat deze Victory Road modified is in deze run. Ja, laten we hem maar wel gewoon even de repels gebruiken. Dit ziet eruit alsof we de goede kant op gaan. En ik hou van de goede kant. Oké. Hier hebben we iemand met twee Pokémon's. Waarvan één een Cacturn is. Laat hem switchen. Dat valt wel mee qua damage toch? Ja. En we. Oh, ik miste de Blazekick. Zo jammer, hè. Kijk, zo moet je erin hitten. Nu hebben we Pelipper. Dan wil ik toch wel eigenlijk zo'n bliksemig aanvalletje. Onze wc eend. Overcharge. Ah, protect die. Wat een vuile bitch. Waarom moet die vuile bitch nou weer protecten? Had ik al gezegd wat een vuile bitch is? Developer, je bent een vuile bitch. Aha. Oh ja, ik word wel zelf geparalyzed, maar dat is niet zo erg. Is
Is dit de uitgang? Yeah. Oh yeah. Evergrande City, dit hoort er nog bij blijkbaar. Dan hebben we hier de Pokémon leaking. Woo! Dan gaan we gewoon vandaag al beginnen met de Pokémon leak. En even wat Pokéballs. Wat Helix gedaan. Nu moeten we alleen nog hier even wat checken. V5. Dertig volle restores. Nou, daar komen we heel eind mee. Dan moeten we nog heel even naar de back. En Earthquake leren. Wie hadden we ook... Oh, wat, deze hadden we Earthquake geleerd. En we hebben geen elektrische goede aanvallen. Shockwave. Nee. Nou, anders kan het ook nog straks. Ik denk dat we maar gewoon gaan kijken of we hem kunnen doen. Ik weet hoe het werkt, vriend. Let's go! Poebe! Ik had misschien een Pokémon vooraan moeten zetten die niet geestig is. Oké. Tjoe, 6 Pokémon. Waarvan een Emolga. Emolga is gevaarlijk om zelf te doen. Misschien als ik een free switch in heb. Dat zou ik eventueel kunnen proberen. Brave Bird is super effectief, dat is kut. Doe veel damage. Alleen wel recoil. Ja. Cheap shot. Oh, is nog een keer er. Wel weer recoil. Oké, de Emolga is in ieder geval dood. Oh ja, die doen we even versnellen. Benet. Ja, we proberen het wel gewoon nog met Tangrowth. Nice, weer een kill. Lekker Tangrowth. Ah, oh, fuck, ik heb niet gezien wat er kwam, maar het zal vast wel weer een geest Pokémon zijn. Ja, Dusknor is best wel een geestig Pokémonnetje. Oh, dit ook. Zo. Oh, ik ben weer eerst. Ah. Oh. Nu killt hij mij, denk ik. Oh, hij is geflinched. Wat nice. Oh, en dan mis ik. Wauw. Hij sliep als het toch. Uitstel van executie dus, maar. Ik had ook wat elixirs moeten kopen, denk ik. Maar... Gengar. Ik kan even veel Earthquake doen, alleen het is geen stab. Oeh, Thunderbolt. Ja, shit, oké. Okay.
Ominous Wind. Oké, hij is niet dood. Oeh, dat is ook super effectief, ja. Dit veel damage. Oké, Gengar is in ieder geval ook dood. Om nog twee Pokémon te gaan. Kijken welke Confagrigus. Nou, laten we er maar gewoon in blijven. Ik heb echter meer liefde gekregen voor Confagrigus. Ik vind het op zich best een vette Pokémon. Eerst dacht ik echt van wat de fuck is dit, maar ik vind het nu eigenlijk best een vette Pokémon. Ik ben dood. Met een crit nog wel. Oké. Okay. Okay, Moonrace Ring. Okay. Oh fuck, ik heb niet gezien wat er nu komt, maar... Lantern, oh ja. Oh, so close. Oké, Hydro Pump. Dat deed heel veel damage. Oké, de Lantern is ook dood. We hebben Phoebe verslagen. Het is leuk dat je er was, Phoebe. Wie is dit? Is dit een fairy type of een grass type? Oké. Okay. Wat zullen we eens doen? Laten we eerst eens heel even... Goede stoortje gebruiken. Nice. We hebben vast nog wel ergens 35's, ja. Yeah. En dan pakken we nog even de restores erbij. Oké, aangezien ik het gevoel heb dat dit de Fairy Gym is... gaan we deze voorop zetten. Ik ben benieuwd wie dit is. Dit is Elite 4. Serena. Oké. Okay. Gras. Oké. Okay. En Drought, wat vervelend. Oké, dit is een gras Elite 4. Oh, crit ook nog? Oké. Okay. Skarmory gaat deze wel even helemaal kapot maken. Ferrothorn, oh dan gaan we die andere figuur aan gaan doen.
dan is het keer 4 met de zon. Nice. Shuckle, die is ook gras. Dat is logisch, want alles is gras. Ik had beter voor Blaziken kunnen gaan. Maar het was trouwens ook niet super effective. Dus dan zal het een rock type zijn ook. Een rock gras zal het wel zijn. Ja. Wauw. Oh, en hij... Oké. Leech ziet mij. Submission. Oké, dat was Shuckle. Ik heb niet gezien welke Pokémon er kwam, maar ik ga ervan uit dat het een gras Pokémon is, dus we gaan weer terug naar Skarmory. Ja, de game. Oh, zo jammer. Ja, je grasfluit werkte niet, Meganium. Grasfluit was niet werkende. Reuniclus. Nou, daar eindigen we dan maar mooi mee. Tenminste deze battle. Boy, yo, zag je dat hartje? Dat was gevangen in de friend ball. Ah, oh, weer niet helemaal dood. Dus 3 leveltjes of zo was, of 2. Durf ik nu nog Sizzlebeak te doen? Fuck it. Ja, nice. Oké. Okay. Serena is verslaging. Nice. Dit is een fairy type, het kan niet anders. Deze gast ziet er eng uit. Wie is dit? Dit is... Beat! Lol, Beat. IJzerhoofd. Nice, one at KO Wiggly. Hij zwaait zelfs naar me, doei. Azumarilling. Nou, wij zijn altijd wel blij als we tegen Azumarillings mogen. Hopen dat we veel damage kunnen doen met Iron Head. Oeh. Priority Aqua Jet. Oké, maar dat doet bijna geen damage. Oké, blijf de Priority Aqua Jet doen. Die zo erg, want doet niet zoveel damage. Mijn Iron Head wel. Oké, okay, dat is 2.
Wacht, die Goolossal? What the fuck? Dat is ook wel fairy zijn. What the fuck is dit voor een Pokémon? Een Mega Goomy. Wow, die heeft veel defense. Kaboom! Oh, het is een crit. Nice. Dag, Goolossal. Kut, ik heb het niet gezien, maar we gaan ervan uit dat het een Fairy-type is. Bisharp. Fairy Steel. Even kijken of ik dan met Iron Head genoeg damage doe. Dat was niet super effective. Oh, ik had beter een vuuraanval kunnen doen, denk ik. Knight's Vow. Blaze Kick. Ja, tuurlijk. Oh, niet nice. Ik mis, wauw. Burn to death, please. Oh, hij doet nog een keer een ice foul. Wat een kut, hoor. Oké, de Bisharp is dood. Tokekiss. Speciaal voor Nando, een Tokekiss. Wow, joh, hij deed een vette animatie. Ik ook nog een paralyze. Doet hij nog een keer natuurlijk. Ja. Wauw, leuk. Als het zo moet, hè? Oh, en dan krijgt hij een crit. Wat een onzin. Oh. De Togekiss is ook gone. Sylveon, oké. Cute. Hoe durf je met de fake outen? Je vuile, vuile Sylveon. Hier, kopstoot. Hotse vlots. Nice, en dat was de Sylveon. Beat is verslagen. Nice. You horror trainers are strong. Grappig dat het zijn beat in deze game hebben gedaan. Oh, Drake is wel gewoon gebleven. Oké. En we gaan, omdat ik denk dat het dus een draken gym is, gaan we Loose Mob vooraan zetten. We gaan gewoon door deze aflevering, boys and girls. Ik denk dat dit de laatste aflevering van deze serie is. Nou Drake, kom maar op met je draken Pokémon, of waar heb je Josh gelaten? Oef. Een Dragonite. Moonracer. Dit... Oh, ik dacht dat dit een fucking goede aanval was. Kijk, ik word... Hij gaat me bevliegen. Aha! Nice! Ik heb je geplayed, Dragonite! Drasparef? Wat is een Drasparef nou weer?
Oh, dat is een Dunsparce evolutie. En een dode Dunsparce evolutie. Flygon. Since you'll be Flygon. Kijk, nice. We blijven wel Moonracer hier, joh. Daar hebben we allemaal geen moeite mee. Doei, Flygon. Garchomp, oké. Nice, de Garchomp is ook in één keer dood. Salamence. Ik dacht als laatste, maar het is niet de laatste. Echt, Salamence sprite in deze game is zo vet. Echt de vetste van alle games is de Emerald sprite. Ah, oh, doet die protect. Nice. Dragapult, ja, die had ik wel verwacht. Nou, vette Dragapult op zich. Nou, oké. Hij mist de Will-O-Wisps. Moonracer is nu op, maar dat is niet zo erg. We kunnen nog een Max Elixir gebruiken voor de laatste battle. Nice, Drake is ook verslagen. Ik ben benieuwd wie de laatste wordt. Ja, het zal Wallace wel zijn, denk ik. Maar ja, we hebben net nu ook twee random nieuwe trainers gehad. Dus wie weet is het niet Wallace de laatste. Eerst even, voordat we naar binnen lopen, een Max Elixir gebruiken. Volume af. Moeten we nog andere Pokémon voorop zetten? Laten we met Reuniclus voorop beginnen. Het is Wallace. Hallo Wallace. Ja, het is fantastisch. Ik wil gewoon tegen jou bevechten. Ik wil de champion worden van deze regio. Ik ben heel blij dat ik voor Reuniclus vooraan heb gekozen. Oeh, hij doet drizzle. My money don't drizzle drizzle, it falls. Het is keer 4, boys. Wishcash is dood. Nog 5 Pokémon te gaan en hebben we deze champion verslagen. Nou, dit mogen we even versnellen. Tentacruel. Ja, we blijven winnen. Of zal hij niet geraakt, of zal het minder goed zijn omdat hij ook elektrisch is? Oeh, poison jab. Dat deed wel wat damage. Oh, en ik ben ook nog gepoison, dat is kut. Ja, het is wel super effect. Oké, gelukkig. Oké, met de crit. Tentacruel ook dood. Kut, ik heb niet gezien welke Pokémon er kwam. Maakt niet uit, we blijven wel even in. Lapras, oké. Magical. Oh. Oeh, hij miste Blizzard. Oh, gelukkig.
Oeh, die Lapras is een stuk sterk. Oké, we doen Frenzy Plant. Oh, hij raakt de Blizzard nu wel, ja. Nou, gebruiken we onze eigen Tentacruel wel. Overcharge. Nice. Even kijken welke Pokémon er nu komt. Ludicolo, oké. Jammer dat ze Marubi er dan niet in hebben gedaan met allemaal Ludicolo's. Airslash nu! Dit deed 0 damage. Missen we de air... Hoe kan je Airslash missen? Oeh, ja, dood. Nou, valt me mee. We blijven wel gewoon Airslash. Wel geflinched. Nou, oh, de shadow is gedisappeerd. Nou, dan kill ik hem nu als... Zo jammer dit. Zo jammer dit. Oké. Okay. Tja. Laten we dit maar doen. Oké, de Ludicolo is dood. Waar komt er nu? Milotic. Oh, dan heb ik graag deze in de game. Oké. Raging Waves. Heftige aanval. Stab super effect, heeft 160 power geloof ik van zichzelf, dus dat moest wel goed gaan. Oké. Crawdant, als laatste denk ik. Ja, als laatste de Crawdant. Ik ben zelfs geparalyzed nog sneller dan die Crawdant. En dat was hem! Ik ben de overwinnaar. Champion Wallace is verslagen. Kaboom. 15.000 monies. Het is fantastisch, Wallace, dat ik jou heb verslagen. Want ik ben onoverwinnelijk. Pokémon Go Johto. Zoiets. Nou, mee. Ik was eerder. Lekker voor je. En daar heb je Professor Boom. Milan, let me rephrase. You are the champion. Ik ben de champion. Ja, je mag niet mee, jij vuile mee. This room. Daar kunnen we laten zien hoe coole Pokémon's jij hebt. Mijn team wordt dan nog geshowd. Oh, daar komen ze al. Lusmoth, Tangrowth en Tentacooling. Dit is hem. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van Pokémon Blazing Emerald. De serie is voorbij. Ik vond het, ja, als ik moet zeggen, de romhack.
Was op zich leuk, alleen niet heel erg anders dan een normale Emerald City. Er waren twee, drie areas die anders waren, wat ik echt super vet vond. Alleen dat hadden ze voor mij in de hele game mogen doen, dat hebben ze niet gedaan. Dus daar ben ik wel een beetje teleurgesteld over. Verder vond ik het wel gewoon leuk om te doen, zeker om allemaal andere Pokémon te gebruiken die normaal niet bestaan. Dat vond ik eigenlijk wel iets leuks hebben. Ik hoop dat jullie genoten hebben en dan zie ik jullie weer bij een volgende serie. Bedankt voor het kijken van Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos!